Ik bedoel, kijk dan hoe ik dit opneem. Kijk dan hoe dit fucking. De microfoon staat daar. Het glas water om de telefoon, want ik neem dit met mijn telefoon op om hem vast te houden. En een PS2. Eerste model PS2. Dat is hoe ik dit heb opgenomen. Het is fucking prachtig. Oh, het is wel een mooie set, dat wel. Hallo mensen! Mijn naam is de Mad Luigi en kijk wat ik heb! Een prachtige Xenoblade Chronicles Definitive Edition Collector Set. Coveret Collector, maar natuurlijk. Gisteren was de hele launch day van Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Toen kwam de game uit, toen kwam de special edition uit. en Tim Drawstuff had de collector's editie ontvangen. Mijn baas, die hem toevallig dezelfde dag op hetzelfde moment had besteld als ik, had hem gisteren ontvangen. En ik niet! Ik heb hem vandaag ontvangen! Dus dat was niet leuk. Ik was toch niet van plan om de game al te gaan spelen, want ik heb Xenoblade Chronicles 2 nog niet helemaal uit. Ik wil die game gewoon niet uitmaken. Ik wil hem gewoon voor altijd blijven spelen. Maar hier ben ik dus om nog een klein beetje content te kunnen maken gerelateerd aan Xenoblade Chronicles, dacht ik ga eens een keer een unboxing doen. De setup die ik hier heb is heel slecht. Het is totaal niet goed, maar het kan misschien nog zorgen voor een hele leuke kleine video. Dus laten we maar gewoon beginnen. Dit is de mooie box die je hier zo ziet. Eén ding wat ik echt haat aan collectors edities van Nintendo voornamelijk, is dat ze dit soort dingen hebben. Nee, wel, die gaan dan over de. Die gaan dan over de box heen. Dat vind ik zo vervelend, want ik heb hier niks aan. Zoveel. Ik heb veel liever dat je gewoon een mooie achterkant hebt. Maar ja, ik snap dat een beetje veel moeite is. Hier zie je in ieder geval alle coole dingen. Je ziet wat er allemaal in de collector set moet komen. Helemaal mooi. Die leggen we eventjes aan de kant. Gaan we niks mee doen. Dan ga ik hem openmaken. Oh. 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 Nou, dit is wel een mooie, hoogkwaliteit doos. Kijk de binnenkant van deze doos. Oh, ik ben niet goed in dit soort dingen. Oké, nou, dan hebben we natuurlijk hier zo de game. Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Mooi spelletje. Ik heb hem nooit gespeeld. Ik vind het prachtig hoe deze kant, als je kijkt naar de woorden. Wacht, ik zal eventjes snel laten zien wat ik bedoel. Oké, kijk dus. Ik heb hier zo ook Xenoblade Chronicles 2 en Xenoblade Chronicles 2 Torna Golden Path. Als je kijkt naar de zijkant, dan zie je hier zo heel klein Xenoblade Chronicles 2. En hier heel klein of heel groot Xenoblade Chronicles 2 Torna Golden Path. Bla bla bla. Nou zie je hoe dat eruit ziet. Met de originele Xenoblade Chronicles erbij. Het is gewoon die hele kleine. Chronicles 2 zit gewoon vast tussen die twee grote fucking motherfucking tekstjes. Een hamburger van Xenoblade. Ik had veel liever gehad dat ze allemaal gewoon hier netjes hadden. Weet je wel, dat ze allemaal hier begonnen. Waarom konden ze niet gewoon zoals de Amerikaanse zijn? Dat het vanaf hier begint. Dan had ik er geen probleem mee. Maar dit is gewoon vervelend. Oké, dan hebben we hier natuurlijk ook nog een mooi steelboek. Heel prachtig. Ik heb ook de special edition van Xenoblade Chronicles 2. En daarbij zat pretty much hetzelfde. Een code. Die gaan jullie niet te zien krijgen. Even kijken hoor. Oh, ik moet oppassen met dat mijn gezicht niet hier zo in komt. Maar kijk dan hier zo. Zo. Jemineetje, dat is nog eens. Dat is nog eens een steelboek. Ik hou niet zo van steelbooks. Ik bedoel, ze zijn mooi en zo, maar ik stop ze uiteindelijk altijd gewoon terug in de doos, zeg maar. Want ik doe er niks mee. Dat is mijn probleem, ik doe er niks mee. Ik heb een aantal steelbooks. Ik heb een steelboek van Zelda, die ziet er fucking vet uit. Ik heb een steelboek van Xenoblade Chronicles 2, hier zaten de gamers in. En ik heb ook de steelboek van The Witcher 3, om een of andere reden. Ik weet het ook niet.
Heb ik ooit een keer gekregen van Bol.com. Dan komen we nu bij plaat. Oh, dit gaat een beetje vervelend worden. Dit gaat niet leuk worden voor op camera. Oké, dus dit is dan de hele Xenoblade Chronicles The Winter Edition Sound Selection op een daadwerkelijke plaat. Wat hier zo vet aan is, hier zie je de songs die erin zitten. Colony 9, Time to Fight, Engage the Enemy, Obstacle, oké. Dat is heel vet. Wat hier zo vet aan is, ik ga hem er heel voorzichtig uithalen. Ik ga hem er heel voorzichtig... Oh, hij zit in zo'n ding. Wat is dit nou weer? Hij zit in een envelop, joh. Nee, joh, dat kan toch niet, man? Dan moet ik een envelop open gaan maken. Gaat echt 10% van de... Oh nee, wacht, ik kan er gewoon uithalen. Oké, we gaan hem heel voorzichtig eruit halen. Dit is echt gewoon heel vet, want zoals je kan zien... je kunt het totaal niet goed zien op camera. Sorry, ik ben zo professioneel. Zoals je kan zien, is dit daadwerkelijk een functionerende plaat. En dat is vet, want als je deze dus... Ik heb geen plaat te spelen, maar als je deze dus in een daadwerkelijke plaat zou stoppen... Dan zou die gewoon afspelen. Wat echt heel erg vet is. Ik wil puur voor dit ding. Wil ik gewoon een platenspeler halen. Oh, dat is mooi. En natuurlijk, hij is in de vorm van de Monado. Hoe heet het? Het zwaard van Xenoblade Chronicles. Dus we stoppen hem er weer in. Heel goed. Dankjewel Xenoblade Chronicles voor je mooie plaat. Waar ik waarschijnlijk één keer in mijn leven naar ga luisteren. En daarna nooit meer. Ik hoop dat jullie het zo zien. Poster. Prachtige poster. Echt helemaal mooi. Kijk eens, dit is dus een poster. Je kan niet goed zien. Maar hij is prachtig. Zo, kijk eens aan. Nou heb je de poster gezien. Ik ben zo'n professionele unboxenaar. Hè. Dan gaan we nu kijken naar het vetste gedeelte. Nou ja, het plaat was eigenlijk het vetste gedeelte. Maar dan gaan we nu kijken naar het tweede vetste. Het artboekie. Kijk eens, ik moet echt ook eens een keertje de special edition van Xenoblade Chronicles X gaan kijken of ik die kan scoren. Want dat... Heeft ook zijn artbook hier, die is ook vet. Volgens mij kan je hem nog steeds redelijk makkelijk vinden. Kun je er eventjes doorheen kijken? Is mooi art? Is mooi artwork? Ja. Ik ken al deze mensen niet. Ja, ik zie het. Wauw, ze heeft een zwempakje aan. Dat is heel mooi. Wow, het is de Nopon. Het is Riki. Oh, ze is zo schattig. Ik hou van haar. Kijk dan hoe leuk ze zijn, joh. Hij is duister. Waarom is hij een draak? Ik weet het niet. Ik heb deze game nooit gespeeld. Ik kan niet wachten om dat wel te doen. Wauw, dit zijn allemaal spoilers. Wow, dit is mooi artwork. Kijk, hier zie je nog een keertje de poster, maar dan klein storyboards. Dat is leuk. Wacht even hoor, die storyboards gaan we even kijken. Oké, kijk eens aan. Oh, dit gaat helemaal verkeerd. Kijk eens aan. Kijk, dat noem ik nou nog eens storyboards. Wauw. Zie je die storyboards, kijker? Het is heel moeilijk om vast te houden. Hoe doen mensen dit? Ja, mensen hebben normaal altijd de camera van boven, maar ik ben niet zo cool. Wauw, kijk dan eens aan, joh. Dit is gewoon interessant om te zien. Dit is volgens mij nog gewoon ook gewoon storyboard art voor van de originele. Ik bedoel, ik denk het. Dus in ieder geval, dat is vet. Dat is vet. Voor de rest zit er volgens mij niks meer in, of wel dan? Nee joh, dat was hem! Dat was de prachtige Limited Special Edition van Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Review van de ding, ik heb de game nog niet gespeeld, maar ik heb deze game wel gespeeld. Dus dit is een leuk spel. En dit schijnt, deze hier zo schijnt het origineel te zijn. Schijnbaar. Ik vind trouwens deze artwork zo goed bij elkaar passen. Kijk dan. Dat past echt perfect bij elkaar. Wauw. En dan heb je de Tornadale DLC. En dan is het zo van, wat de fuck ben je aan het doen? Ga weg joh, fucking Tornadale DLC. Dit hier zo. Dit is hoe het zit. Dit is de shit hier zo. In ieder geval, dat was dus mijn hele gare kut-unboxing. Ik had niet wachten om de comments hier op te... Hij staat niet eens goed in het frame, joh. Hij staat niet eens goed recht in het frame. Oh, prachtig dit. Ik ben zo slecht. In ieder geval, dit was mijn Xenoblade Chronicles Definitive Edition Collector Set unboxing. Misschien dat ik ooit eens een keertje professioneel ga doen en een daadwerkelijke echte professionele camera ga kopen om dit soort dingen te doen. Misschien ook niet. Je weet het nooit.
kom volgende keer terug voor mijn volgende unboxing, wat de Xbox Series X gaat worden, of niet? Ik weet niet of ik die al ga kopen. Maar als ik hem heb, dan doe ik graag een unboxing. Heel veel mensen, vond je deze video leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook leuk zijn. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!